Hartelijk welkom allemaal. Vanavond wederom een leuke sessie van BrightCubes. We hebben Erwin Vrolijk vanavond, die ons iets gaat vertellen over observability en OpenTelemetry in de praktijk. Voordat ik het woord overgeef aan Erwin, een paar kleine huishoudelijke mededelingen. Zoals eigenlijk altijd, er zit een kleine vertraging op de stream. Dus jullie zien ongeveer alles een half minuutje, een minuutje later dan dat wij het echt doen. Vragen, stel ze gerust. Ik zal vandaag de chat in de gaten houden. We hebben een drietal momenten in de presentatie waarop Erwin antwoord geeft op jullie vragen. Dus laat ze vooral komen. Mocht er technisch iets niet goed gaan, laat het ook weten in de stream of in de chat. En dan gaan we er iets aan doen. En ik denk dat het nou een mooi moment is voor Erwin om de show te gaan spelen. Zeker. Dankjewel, Bjarni. Leuk dat ik hier weer kan zijn. Ik zeg weer, want ik heb al eens een keertje wat mogen doen voor BrightCubes. Ik help mensen effectiever werken op basis van data. En dat doe ik nu als SI bij Splunk. Maar dat heb ik hiervoor meer dan een jaar ook via BrightCubes mogen doen. Maar nu dus in een iets andere rol. Maar wel blij dat ik hier weer mag zijn. Ik ben al zo oud dat ik nog weet dat dingetje met DM erop, wat je nu in je scherm ziet, dat niet alleen maar een icoon is om dingen op te slaan, maar dat het ook echt een dingetje was wat je ergens in kan stoppen. Ik heb een oude auto, ik vind het leuk om dingen uit elkaar te halen en ook weer in elkaar te zetten. Nieuwe dingen te leren, daar zie je hier even wat plaatjes van om een beetje beeld te krijgen bij wie ik ben. En ik ga het zo even hebben over wat ik doe. Ik heb bijvoorbeeld nooit geweten dat een stofzuiger uit zoveel kleine onderdeeltjes bestaat. En nu wel. Nou, dat vind ik leuk. Zulke soort kleine gekke geetjes. Klik, doet hij het? Ja. Vanavond hebben we het over OpenTelemetry, observability en in de praktijk. Dat zijn de drie stukken waar ik het over wil hebben. En na elk stuk zal ik eventjes pauzeren om te kijken of dat er vragen zijn. Het is, zo'n webinar is niet direct interactief, maar op deze manier toch een beetje. Dus als er vragen zijn, stel ze vooral. Via de chat en via Bjarni komt dat mijn kant op. Heb je achteraf nog vragen? Ik aan het eind zal ik ook mijn e-mailadres delen. Of je kan via Bjarni kan je mij wel vinden. Dat is denk ik even genoeg om aan het begin te vertellen. Dus ik wil het hebben over observability. Dat is een term die je waarschijnlijk al eens gehoord hebt. En heb je hem nog niet gehoord, dan komt hij binnenkort zeker voorbij. Want het is eigenlijk een term die we steeds vaker horen als een soort nieuwe variant van monitoring. En monitoring is waarschijnlijk wel een term die je gehoord hebt en die in ieder geval iets laat opbloeien. Want daar hebben we eigenlijk allemaal mee te maken. Zeker allemaal als we mensen zijn die iets in de IT zitten of iets met de IT doen. Alsof dat je nou een softwareontwikkelaar bent of aan de operations kant zit of iets met data doet. Ja, je wil eigenlijk altijd wel in de gaten houden of hetgeen wat je gemaakt hebt of waar je verantwoordelijk voor bent, dat doet wat het zou moeten doen. En dat is eigenlijk monitoring. En we zien dat de wereld heel erg verandert en dat we daarmee ook een soort nieuwe kijk hebben op wat monitoring dan is. En met dat ik zeg, de wereld verandert. En de laatste, pak een beetje jaar of vijf, is echt een trend ingezet om dingen naar de cloud te brengen. Om gebruik te gaan maken van computers die niet van jezelf zijn, die niet in je eigen datacenter staan, maar diensten die je ergens anders af kan nemen. En dat heeft nog best wel veel verandering met zich meegebracht. Het gaat niet alleen om die computer, dat die niet meer in jouw eigen datacenter staat en dat je zelf verantwoordelijk bent voor de stroom en alles wat daarbij hoort, het fysieke ding. Maar we zien ook dat er heel veel veranderingen zijn op de soorten van diensten die daar bovenop aangeboden worden. En die verandering van die soorten diensten zorgt ook dat er andere soorten anders wordt gekeken naar je applicaties en je applicatieontwikkeling. En daarbovenop dan, dat ook anders gekeken wordt naar hoe je organisatie in elkaar zit. En hoe, hier staan ze, de DevOps allemaal naast elkaar.
hoe dat je dev en ops in eerste instantie letterlijk dingen over de muur gooien. Dat heb ik ook nog meegemaakt. Hey, we hebben iets ontwikkeld, alsjeblieft, succes. Ja, maar hoe werkt dat dan? Welke versie? Waar moeten we op letten? Welke libraries? Hey, niet ons probleem, jongen. Op mijn computer doet hij het. Dat schuift naar dat het development team zelf ook die operatie doet. En dus zelf de infrastructuur kan maken en bepalen. En zelf de infrastructuur in kan richten. Zelf de machines die erbij horen kan doen. En tot aan de applicatie aan toe. En omdat dat zo anders is, heb je ook andere tools nodig om naar die omgeving te kijken. En zelfs heb je misschien tegenwoordig applicaties die helemaal geen VM of OS meer hebben. Als je in de serverless kant zit, dan ben je echt met heel andere dingen bezig dan pak een beetje een jaar of 5 geleden normaal was. Die oude dingen, legacy dingen of dingen zoals we ze vroeger deden, bestaan nog steeds. En dat is ook voorlopig niet weg. Maar zeker nieuwe applicaties, die worden toch veel meer in die cloud native wereld gemaakt. En wordt ook veel meer gebruik gemaakt van de diensten die daar aangeboden worden. Zodat je sneller en goedkoper dingen kan ontwikkelen. Ja, dus wat is daar dan eigenlijk anders in die nieuwe wereld? Om dat nog even een beetje samen te vatten. De afhankelijkheden zijn veel groter geworden en veel ingewikkelder. Waar we vroeger misschien een webserver en een database en wat storage hadden. En die drie dingen die werkten met elkaar samen. En dat maakt dan een dienst. Ja, dat is niet meer. Die webapplicatie is zoveel complexer geworden. Dat is heel normaal dat daar een stuk of 10 servers of services achter hangen die samenwerken. Nou, ga dan nog maar eens de samenhang zien. Ja, dat is een stuk ingewikkelder. Ook de voorkant van zo'n applicatie, dat was vroeger server-side rendered HTML, noemden we dat dan. Noem je dat tegenwoordig? Toen niet, toen deed je dat gewoon. En elke page load is een nieuwe page en een nieuwe hit. Ja, dat is het niet meer. Je Facebook feed, die wordt automatisch geüpdate als je gaat scrollen. Want er gebeuren allemaal interacties, gebeuren allemaal requests. Er gebeurt zeker aan de backend ook nog heel veel. Hè. Welke dingen moeten we dan laten zien en welke dingen niet. Het is een stuk complexer dan wat we gewend waren. En daarbij komt dan dat ook het gedrag van het systeem dat daar dan bij komt kijken, omdat er zoveel afhankelijkheden zijn, een heel stuk onvoorspelbaarder wordt. Het was vaak heel makkelijk om te weten, hey, die database die heeft die CPU is heel hoog, dus die database die kan wat minder snel zijn requests geven, dus mijn website is traag. Een soort van bijna 1-op-1 causale relatie. Ja, en nu in zo'n wereld waar je 10, 20, 30, 40 verschillende services hebt die één productpagina maken, ja, dat is niet meer zo makkelijk om dan te zien, ja, die ene database heeft het een beetje druk, dus mijn eindgebruikers die hebben ergens last van. Maar misschien is er gewoon één vakje op die pagina wat niet geladen wordt omdat het zijn time commitment niet haalt. Daarnaast de infrastructuur. Tegenwoordig met containers, Kubernetes, de hele rambam is daarmee echt exponentieel ingewikkelder geworden. En dat aan de ene kant is het gebruik misschien wel heel veel makkelijker. Maar de laag eronder, dus weten hoe goed het functioneert, wat waar landt, welke afhankelijkheden en interacties dat er zijn. Misschien dat jouw containertje landt op een host waar dat de buurman echt heel veel CPU aan het trekken is, waardoor dat jij dus weer last hebt van een stuk performanceverlies. Dat zie je niet, maar dat gebeurt wel. Dat maakt het heel veel complexer om te zien wat daar nou allemaal gebeurt. En wat ik al zei, qua operatie is er ook heel veel veranderd. You build it, you run it, zie je nu overal. En dan komen we een beetje bij het punt van observability en de tooling die daar dan bij hoort. Dat vraagt een hele verandering in hoe je naar zo'n landschap gaat kijken. Waar we eerder naar de applicaties keken misschien, of specifiek naar een stukje infrastructuur. Ik
krijg je nu dat die afhankelijkheden veel belangrijker zijn. Want als ik als software developer een nieuwe release ga pushen en die nieuwe release en ook zelf daar misschien nog een stukje infrastructuur S-code voor maak, ja, dan wil ik weten, doet mijn applicatie het, doet de infrastructuur het, doet mijn middleware het, zijn al de afhankelijkheden, is dat oké? Dan wil ik vanuit het software team wil ik dat weten. Waar dat vroeger, had je de softwareontwikkelaars, heb je een stukje infrastructuurmannen, heb je mannen van de database en mannen van het netwerk, die allemaal hun eigen tooltjes en hun eigen blik op diezelfde omgeving hebben. En die noodzaak is nu zo veranderd om dat vanuit één team te kunnen doen, dat we ook andere tools en een andere blik op de omgeving nodig hebben. Dus ja, we hebben natuurlijk al heel veel tools, hè, die dingen doen in monitoringlandschap. En dat is eigenlijk ook het probleem. Er zijn er te veel. En ja, vooral de tweede, hoeveel tools heb je zelf onder je handen? En van hoeveel tools weet je nou eigenlijk zelf echt goed hoe ze werken? Als het gaat om bijvoorbeeld monitoring, ergens een dashboard. En je wil iets anders vinden, je wil iets anders opzoeken. Dus er zijn wat onderzoeken gedaan en blijkt dat je als echte specialist kan je 2-3 tools tot in de puntjes beheersen, ben je een paar jaar bezig. En ja, we zien nu dat de gemiddelde engineer heeft minstens tussen de 5 en 15 tools om naar zijn omgeving te kijken. Ja, ergens gaat het niet goed. Andere dingen, de data die in de tools zitten. Ja, het is leuk dat ik als applicatieontwikkelaar zie dat er op mijn VMware data store een latency error is. Ja, dat zal wel. Wat moet ik ermee? Dus de alarmen die er zijn, zijn vaak voor een heel smal publiek interessant. En zelfs dan is het nog maar, krijg je alarmlijsten die veel te lang zijn en waar dat mensen alleen maar naar het bovenkantje kijken en heel veel eigenlijk ongezien blijft. Samenwerken. Steeds belangrijker omdat je als team verantwoordelijk bent voor een heel stuk complexe infrastructuur. Ja, en heb je een traditioneel ServiceNow systeem of iets. Ja, ik weet niet hoe het bij jullie werkt, maar als er een incident is, dan gaan we toch zitten appen. En dan gaan we toch een mailtje sturen. En dan gaan we toch andere dingen doen. Allemaal informatie die niet bij het incident terechtkomt. En moeten we dan, komen wij er toch niet uit, moeten we toch nog iemand erbij halen. Dan moeten we hem weer op een of andere manier bijpraten. En uit al die losse stukjes informatie die we al uitgewisseld hebben, zorgen dat hij weet wat we al gedaan hebben. Want het staat niet allemaal netjes in dat ServiceNow incident. Dat updaten we wel als we klaar zijn. Dat komt morgen wel, want we hebben nou een probleem. En daar moeten we ook iets mee. Het is een beetje buiten observability, maar het zit wel binnen de hele scope van het verhaal. En ja, omdat die kennis niet goed vastgelegd wordt, krijgen we dat incidenten zich veel vaker voordoen. Dus dit is een beetje het landschap waar we zaten, waar we zitten, waar we naartoe gaan. En waarom het, als het goed is nu een beetje duidelijk waarom we naar een andere manier van kijken naar een landschap toe moeten. En voor die andere manier kijken we eigenlijk naar twee assen. Het is hoe goed zijn we ervan op de hoogte dat er een probleem is. En hoe goed begrijpen we de root cause. We zitten nu net na de log voor Foyer problematiek. Afgelopen vrijdagochtend wist nog niemand dat er een probleem was. Awareness, unknown. En understanding was er ook niet. Unknown. En dat is misschien qua monitor niet zo'n goed voorbeeld, maar wel even van weten we of er een probleem is en weten we waar het door komt. Hier zitten de dingen dat we support tickets krijgen van of dat we zien dat op de website dat er minder engagement is, dat er minder omzet is. En we eigenlijk niet weten wat er aan de hand is. Of dat we zien dat er
minder actieve gebruikers zijn in de mobiele app. Ja, ja, waarom eigenlijk? Het is gek. We hebben dus een stuk minder dan normaal op deze tijd. Nou, en dan ga je onderzoeken. En dan moet je onderzoeken door die hele ingewikkelde applicatie waar we het net over hadden. Met 20, 30 verschillende componenten. Met een stuk cloud-infrastructuur. Waar dat van alles samenkomt. Moeten we gaan kijken, ja, waarom heb ik nu minder actieve gebruikers dan normaal? Wat is er aan de hand? Nou, dan moet je slice by any dimension, moet je op allerlei manieren kunnen gaan kijken. Zit het in de laatste versie van de authenticatieservice? Zit het in de laatste update van mijn iOS app? Zit het in een stukje back-end Redis service waar mijn accounts zijn opgeslagen? Waar is iets aan de hand? Ga zoeken, ga kijken, ga het uitvinden. Nou, en met dat je dat aan het doen bent, ben je je bewust van er is een probleem. Dan gaan we kijken naar een root cause. Eerst waar zit het ongeveer en dan als je dat een beetje hebt kunnen lokaliseren. Waarom is dit stukje van mijn infrastructuur nu, is daar iets aan de hand? Is het misschien de update van afgelopen vrijdag? Hypothese, ga je testen met logs, met spelunking. Ik kom van Splunk, dus ga je op die manier erin kijken. Ga je echt op zoek naar wat kan het zijn? Dus dan zit je in een known unknown. Andere manier van kijken naar dezelfde omgeving. In eerste instantie ga je echt zoeken en slicen en dicen en kijken. Als ik nou deze combinatie pak van mijn nieuwe app-versie en het datacenter AWS US East, is volgens mij nu iets aan de hand. Is dat, krijg ik daar geen actieve gebruikers meer van? Of ergens aan een andere kant? Heb je zo'n hypothese, ga je daar verder in inzoomen en kijken wat er aan de hand is. Dan aan de andere kant, op het moment dat je dat weet, kan je gaan kijken. Kunnen we ervoor zorgen dat ik hier dan ook een alarmpje voor krijg? Als we, weer het voorbeeld van minder actieve gebruikers, zien dat het aantal actieve gebruikers op woensdagavond 7:15 10% lager is dan normaal, dan wil ik een alarm krijgen, want dan is er iets aan de hand, dat weet ik. Want ik heb dat onderzocht en dat bleek te zitten in, nou, US East is down, daar zijn problemen. Dus dan wil ik proactief geïnformeerd worden, zodat ik niet in die unknown zit, maar dat ik gelijk naar mijn known unknown kan gaan. Ik weet dat er iets is. Waarschijnlijk is het het ding wat we eerder al eens gezien hebben. Het zijn gewoon de normale alarmen die je waarschijnlijk al kent. Ga je daar wat slimmer mee om? Misschien dingen gaan voorspellen. Hey, we zien dat er weer die actieve gebruikers. We zien dat het aantal actieve gebruikers oploopt, maar minder hard dan anders. Misschien is er straks een probleem. En uiteindelijk kom je in het stuk waar dat je helemaal snapt wat er aan de hand is. Ik ken mijn omgeving. Ik weet dat er iets stuk is. En dan kan ik het misschien ook wel adaptive response automatisch oplossen. Kan ik een of andere puppet run doen en de boel fixen. En dan zit je eigenlijk in het stuk wat we vroeger monitoring noemden. Ik ken mijn hele omgeving. Mijn webserver, mijn database en mijn stukje storage. Simpel, ik kan het bevatten, ik kan begrijpen hoe het allemaal in elkaar zit, ik weet hoe het samenwerkt. En ik kijk naar wat metertjes, naar mijn dashboards en ik snap wat daar gebeurt. Tegenwoordig zitten we veel meer, eigenlijk meer aan de bovenkant en meer naar de rechtse kant. We kunnen als één persoon eigenlijk vaak niet meer het hele systeem begrijpen, omdat het zo complex wordt. Dus de understanding is unknown. En aan de andere kant, het bewustzijn van hoe goed functioneert die omgeving en functioneert die op de manier zoals ik verwacht dat die zou doen, is ook een stuk lastiger omdat die zo complex is. Want we hebben heel veel clusters, dus als er iets down gaat, dan komt er vanzelf iets nieuws op en dan werkt het wel weer. Dus het gaat nooit echt helemaal kapot. Nou, helemaal nooit, bijna nooit. Maar het wordt wel trager. Of we krijgen wel errors. 1 op de 10 requests die doet het niet. De 11e doet het weer wel.
Dus iemand die zit op zijn app en het laat niet en hij drukt nog een keertje, oh, dan doet hij het wel. Het is geen user experience die je wil hebben, maar ja, het gebeurt wel. Maar ergens wordt het automatisch healing weer gefixt, maar ja, je wil er toch, toch een volgende stap mee maken. Dus we zitten tegenwoordig veel meer in die rechtsbovenkant met onze applicaties en willen eigenlijk zo snel mogelijk naar beneden. En ja, met de tools die we hadden en de standaard manier van monitoren die we hadden, gaat dat niet. Dus we moeten iets anders. Observability. We moeten die hele datastroom die we daaruit trekken kunnen knippen en plakken en slicen en dicen om ja, echt onderzoekend te werk te gaan om van buitenaf naar de blackbox te kijken en te snappen wat daar binnen gebeurt. Dat is een beetje ook een definitie die daarvoor gebruikt wordt. Nou, en om dat te kunnen doen, komt het trifecta die je misschien ook wel eens voorbij hebt horen komen. Metrics, logs en traces voorbij. Dat is echt de basis waar dat we met z'n allen achtergekomen zijn. Dat je dat nodig hebt om dat observability te kunnen doen. Om dat hele onderzoekende, explorerende manier van kijken naar je omgeving. Om daarmee mee aan de gang te kunnen gaan. Metrics. Getallen die uit je omgeving komen. Hoeveel, hoe vaak, hoe snel. Zulke soort dingen. Traces. Het zijn eigenlijk ja, het pad wat een request of een gebruiker aflegt door jouw infrastructuur. Dus wat ik net zei, een Facebook feed. Op het moment dat ik die geladen heb en ik scroll, dan worden er nieuwe dingen geladen. Er wordt een request naar een server gedaan op die server. Die doet ook weer requests naar andere dingen. En uiteindelijk komt daar een stukje tekst en een plaatje terug. En echt het hele pad wat door al je verschillende microservices is afgelegd, kan je volgen met een trace. En dat is iets ook redelijk recent dat kan, dat bestaat. Maar die manier van denken, die hebben we daar echt voor nodig. En logs, ja, dat zijn de digitale uitlaat van al je IT-componenten eigenlijk, die we eigenlijk al heel lang kennen. Hieromheen zijn allemaal mooie plaatjes van hoe we als Splunk vinden dat je daar als tool dan nog eigenschappen die de tool zou moeten hebben. En nou, Splunk zeggen we natuurlijk dat ons tool dat allemaal heeft. Maar ik ga nog even verder inzoomen op dat stukje OpenTelemetry, want dat is eigenlijk de enabler voor het aansluiten van verschillende tools en het samenbrengen van die soorten data naar analyse en monitoring tools toe. En hiermee zijn we eigenlijk aan het eind van het eerste stukje. Dus wat is observability en waarom hebben we het nodig en hoe werkt het? Dan gaan we hierna naar OpenTelemetry. En dan vraag ik aan Bjarni of dat er nog vragen zijn. Ja, zeker. Er is één vraag, zie ik. Zitten we rechtsboven, ik denk op jouw vorige slide, misschien kan je even teruggaan. Zitten we rechtsboven omdat we afhankelijk zijn van partners en vendoren waar we geen inzicht in hebben? Ja en nee. Je zit er rechtsboven omdat je een complexe omgeving hebt. En de traditionele tooling, die kan er niet zo heel goed mee omgaan. Die zitten vaak in één stuk van je hele infrastructuur. Dus kijk je naar bijvoorbeeld de AWS en Azure, die hebben ook wat monitoring consoles. En die kijken alleen naar hun eigen stukje. Maar heb ik een multi-cloud oplossing, ja, dan ben je al af, zeg maar. Of wil ik ook wat over mijn kosten kunnen zeggen, dan wordt het vaak ook alweer lastiger in zo'n omgeving. Wil ik vanuit mijn AWS-console ook kijken in mijn applicatie. Dus kijken hoe dat mijn applicatie performt en met een database praat en of dat het snel gaat. Wordt het alweer heel lastig. Dus nee, het zit niet zozeer in de vendoren, maar het zit in de complexiteit van de omgeving. En ja, daar zien we nu dat de vendoren zich op aan gaan passen en dat er nieuwe dingen komen. Dat is dat hele OpenTelemetry ook. Dit is de enabler voor een nieuwe manier van kijken die dat mogelijk maakt om daar wel dwars doorheen te gaan. Kijk, ik krijg een follow-up question daarop binnen. Als je in die sector zit, zeg maar, de unknown unknowns,
hoe bepaal je dan je juiste punten? Waar wil je naar kijken? Ja, hoe bepaalt een kunstenaar wat een mooie kleur rood is om een zonsondergang te schilderen? Ja, het is bijna kunst. Dat is omdat je in zo'n brede en complexe omgeving zit, moet je veel data hebben die je op veel manieren kan bekijken. En goede tools die helpen je om de interessante dingen eruit te lichten. Hey, we zien nu dat er allemaal 500 zijn en al die 500 webserver errors. En dat lijkt allemaal gecorreleerd te zijn aan versie 8.3 van je applicatie. Dat is iets wat de tool ziet en daar een statistische analyse op loslaat en dat naar boven kan brengen. Maar dat hoeft niet de oorzaak te zijn. En dan moet je dus nog verder gaan kijken. Het is toevallig dat dat samenvalt en dat dat uit die analyse dat die mis is. Maar zo kunnen wel tools je helpen om in die grote brei aan metrics, logs en traces de interessante dingen te gaan vinden. Krijg een statement ook binnen, die zal ik voorlezen. Ik denk dat daarna, gezien de tijd, is goed dat we doorgaan. Iemand zegt, ik zou het zeggen op basis van business value. Uiteindelijk wel. Kijk, het is natuurlijk qua techniek allemaal heel mooi. Maar het gaat uiteindelijk om de eindgebruiker en de ervaring en ja, dat daar business gedaan wordt. Absoluut, absoluut. Uit het rondje OpenTelemetry lichten we eruit. Wat is dat nou? Het is... Of het doel of het van OpenTelemetry zelf is: create standards for application performance monitoring and collecting metric data. Dat is een hele belangrijke. Want het gaat over het creëren van een standaard voor application performance monitoring en metric data collectie. En dat is iets absoluut nieuws. Dat we met z'n allen gezegd hebben: we hebben een standaard nodig om die metrics, logs en traces te kunnen verzamelen, opsturen en doen. En zo'n standaard is heel belangrijk, want hele grote dingen die we op het internet doen, die hebben alleen maar kunnen ontstaan omdat er een standaard was. Ik kan een e-mail van Gmail naar Outlook sturen omdat er een standaard onder zit. Ik kan met mijn Safari browser kan ik naar de Microsoft.com site omdat daar een HTTP standaard tussen zit. Want alles wat met internet te maken heeft, TCP/IP, is een standaard en daarom kunnen allerlei verschillende apparaten met elkaar praten. En dat is... Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is. Want met dat die standaard er niet is, krijg je vendor lock-in. Krijg je dat een bepaalde agent altijd met een bepaalde tool moet praten. Want dat is een wire protocolletje wat alleen in die twee dingen gemaakt is. En doordat we zo'n standaard hebben, gaat het hele landschap veranderen. Krijgen we in plaats van vendor lock-in, vendor lock-out. En dat is echt heel nieuw en dat is, ik word er heel enthousiast van. Het is ook iets wat niet zomaar uit de lucht komt vallen. Google en Microsoft die waren al eerder begonnen met het verzamelen van metrics en traces. Open Tracing, het kwam van de CNCF, de Cloud Native Compute Foundation. En die kennen we misschien van ja, een paar kleine projectjes zoals Kubernetes, Helm. De dingen die niet zo heel belangrijk zijn. Nee, natuurlijk wel. CNCF die zitten overal achter wat... eigenlijk een hele drijvende kracht is achter hele grote veranderingen in de technische wereld. En in mei 2019 hadden die twee clubs zoiets van ja, het is leuk dat we allebei een eigen ding aan het ontwikkelen zijn, maar ja, er zit hier zoveel potentie in. We moeten die krachten bundelen en dit samenbrengen in één project. Maar dat we eigenlijk door de hele industrie breed gaan zeggen, we gaan die standaard maken en zorgen dat gedragen wordt en dat we daar iets kunnen gaan doen. En zo geschieden. In mei 2019 is ook OpenTelemetry ontstaan. Dus dat is nu 2021 meer dan 2 jaar geleden. En inmiddels zien we dat dwars door de hele... Maar het is niet helemaal goed, want je microfoon valt weg.
Even kijken, ik heb nu... Ja, daar ben je weer. Ja. Kijk. Het laatste wat we gehoord hadden was toen je startte met de dwarsdoorsnede. Oh, de dwarsdoorsnede van de industrie die hier aan meewerkt. Ja, absoluut. Wat ik zei, tot een paar jaar geleden was het echt compleet ondenkbaar dat bijvoorbeeld een Splunk en een Elastic samen aan één project zouden werken. Dat een New Relic, Dynatrace, Datadog, drie directe concurrenten aan één project zouden bijdragen. En er is hier echt een hele mindshift geweest dat dit kan. En blijkbaar is er dus ook behoefte aan en zien we dat ook in de hele industrie daar support voor is. En ja, dat is heel belangrijk, want dan ga je ook zien dat dit een standaard is en een technologie is die je veel vaker tegen zou gaan komen. Ik vind het trouwens heel grappig dat hier ook Zalando tussen staat of Atlassian. Blijkbaar zijn die ook zo groot en zien die daar ook zoveel voordeel van dat ze hier ook in bijdragen. Klik naar. Ja. Even een stapje terug. Wat is OpenTelemetry dan? Het is misschien een term die je al eens voorbij hebt horen komen, of zeker het komende jaar ga je hem horen. Het is een paar dingen, verschillende dingen, met dezelfde naam. En dat is misschien een beetje onhandig. Ik zelf had dat anders gedaan, maar goed, ik heb het niet voor het zeggen. Het is een protocol, protocolspecificatie. Dus hoe gaan we dingen over de draad sturen? Het is een SDK, Software Development Kit, waarmee je vanuit allerlei programmeertalen heel makkelijk die traces op kan sturen. Dus een SDK voor Java, Python, Go, Rust, noem maar op. Het is een agent, dus een programmaatje wat op een server of een endpoint draait en wat die metrics en trace collectie doet en opstuurt. En we hebben het dan ook nog eens over integraties met vendoren. Dus tools die dit kunnen ontvangen en er iets mee kunnen. Voor nu kijk ik even alleen naar het agent stukje. Dat protocol is heel interessant, maar dat is low level daar. Dat heeft niet zo op heel veel praktisch nut. Het wordt heel veel gebruikt, maar dat zal. SDK's, dan zitten we echt in. Dus een stukje softwareontwikkeling, daar kan ik niet heel snel en makkelijk iets van laten zien. Maar die agent wel. Die agent ga je maar ook tegenkomen. En ook dat is weer echt iets heel nieuws. Maar dat je vroeger, of misschien nu, nog heel erg hebt dat een agent heel erg gekoppeld is aan de applicatie die er iets mee doet. Denk aan een Zabbix agent die met Zabbix praat, of een Elastic Beats die data naar Elastic stuurt. En die ontkoppeling gaat er komen. En daarmee krijg je dus dat het makkelijker wordt om van tool te wisselen. Maar dat het ook vanuit de infrastructuur veel makkelijker wordt om die infrastructuur meetbaar te maken, omdat je nog maar met één soort agent te maken hebt. Het is een vrij uitgebreid ding, die agent. Hier zien we een plaatje waar dat data van links naar het midden stroomt naar de backend en van rechts naar die backends toestroomt. En dan zien we dat die OT library, de OpenTelemetry library, dat is het stukje SDK waar dat we het over hadden, komt hierin terug. Het blauwe, de OpenTelemetry collector, dus de agent. En die agent die kan ook als een soort proxy werken. Dus mocht je een netwerk hebben wat afgescheiden is, kan je daar die collector ook tussen zetten, die dan van andere collectors data ontvangt en het dan weer doorstuurt naar iets anders. Dus vrij uitgebreid qua functionaliteit wat je ermee kan. Die collector zelf, die bestaat uit eigenlijk drie componenten. Hier gaat de data van links naar rechts. Dus data komt in verschillende formaten binnen. Dat zijn de receivers. Dan wordt er iets mee gedaan met die data en in de processors. En aan het eind wordt het weer ergens naartoe gestuurd, de exporters. En hier zit een beetje de nieuwigheid in. Dat je één agent hebt die data van verschillende databronnen kan ontvangen. En dat kan vertalen
dat het dan via een ander protocol weer weg kan sturen. Maar dat je, Prometheus staat er ook op bijvoorbeeld, hè, waar dat je anders een Prometheus client hebt die data ophaalt van Prometheus servers en dat ergens opslaat. Ja, dan is dat je omgeving. Dus heb ik een applicatie die Prometheus metrics exposed. En dan moet ik Prometheus hebben met de Prometheus backend. Nou, dat is nu niet meer, want nou, hier zie je het, ik kan die Prometheus metrics scrapen. Maar met een andere exporter naar iets anders weer wegsturen. En daar zit de kracht in van het hele verhaal, omdat het zo modulair is. Wat is dat dan voor ding? Nou, die collector is een. Het is nu helemaal geïmplementeerd in Go. Het is een heel modulair ding. Het verzamelt metrics, traces en logs van je lokale filesysteem of netwerk. Dus hij kan ook vanaf het systeem waar dat de agent op geïnstalleerd is, bijvoorbeeld zijn CPU, memory en disk verzamelen. Die data daar misschien iets mee doen, een beetje hernoemen, dingen anonimiseren, zulke soort zaken. En wegsturen in verschillende formaten. Maar het kan het ook routeren, zeggen sommige data wil ik die kant op sturen, andere data die kant. Het kan ook weer interessant zijn voor security cases bijvoorbeeld, waar dat een security team iets anders wil verzamelen dan het applicatieteam. Het is een Go-project, open source. En in het core-project zitten vrij weinig importers en exporters. Die zitten allemaal in de OTEL contrib libraries, in de contributions vanuit de infrastructuur, hè? Of de andere partijen die er aan meewerken. En daar zit heel veel verschillende functionaliteit in. Wat daar wel speelt is dat die standaard OTEL collector van OpenTelemetry zelf, die is heel beperkt. En zou je daar andere imports of exporters in willen hebben die in die contrib library zitten, zou je het of zelf moeten compilen en packagen. Of je kan een distributie gebruiken, een beetje net zoals een Linux distributie die vanuit allerlei open source software wat dingetjes verzamelt en packaged en bij elkaar brengt tot één bundel. En zo bestaat er nu een distributie die door Splunk gemaakt wordt, maar ook door Honeycomb. Er zijn meer vendoren die zo'n OpenTelemetry collector distributie maken. En dat maakt het dan makkelijk om bijvoorbeeld heel makkelijk met Splunk te connecten of met Honeycomb te connecten, omdat daar alle exporters in zitten die die tool ondersteunt. En dat is ook waar ik nu mee aan de gang zal gaan. Voor ik naar de demo toe ga, zijn er nog vragen? Ik heb over dit deel nog geen vragen ontvangen. Nee. Nou, misschien komt dat omdat ik nu anders klink. Hè? Dan, Het klinkt nog steeds goed. Dus ik zou zeggen, start lekker de demo en dan hebben we daar nog wel vragen. Ja, goed zo. Het is natuurlijk leuk om er allemaal over te praten en te zeggen wat het allemaal kan en dat we allemaal leuk en enthousiast over zijn. Maar ja, ik wil ook even wat laten zien hoe dat dan in elkaar zit. Dus ik wil in dit, ja, kom met mij op avontuur naar een mooie omgeving waar ik wat dingetjes kan laten zien. Even kijken, waar is mijn muis gebleven? Oh, dit is interessant. De mousepointer is verdwenen. Dat is dan toch een beetje lastig. Nu is die weer. Nou is die weer terug. Oké. Wat ga ik maken of wat ga ik even laten zien? Dat zijn 8, 9 systeempjes. Een database. 4 machientjes die Prometheus metrics exposen. En 4 machientjes die collect day data aanbieden. Waarom die twee? Nou, het is een verschil tussen push en pull. Collect day data wordt actief aangeboden. Hè. Dat is een agent die
al heel breed gebruikt wordt. Prometheus Metrics, die zien we ook op heel veel verschillende plekken beschikbaar. En dat is een poolmechanisme, dus die moet je actief ophalen. Dat we dat ook even kunnen zien. En een Postgres bij me even te laten zien, je kan ook een applicatie of een infrastructuurcomponent eigenlijk heel makkelijk instrumenteren om daar dan vervolgens iets mee kunnen. Is het een setup zoals je het ook in de praktijk zou doen? Misschien niet, want dan zou je van die ik haal nu met Collect die bijvoorbeeld CPU memory in disk op. Nou, dat zou ik dan typisch gewoon met de collector zelf doen. Maar goed, het is even voor de demo om te laten zien wat er allemaal kan. Ik heb mijn omgeving zit in Docker, er allemaal containertjes, die zal ik opstarten. En terwijl die opstarten kan ik wat configuratie laten zien. Gaat hij het doen? Yes. Wat configuratie. Laten we beginnen met een Docker Compose. De Docker Compose is de configuratie eigenlijk van de omgeving, van de infrastructuur. Wat ik hier nu de lucht in schiet en dan kan ik zien waar alles vandaan komt. Ik heb een database. Nou, dat is een Postgres latest, gewoon een heel simpel ding. Er zit verder ook niet iets in, het is gewoon een lege database, maar even om te laten zien dat we de metrics uit kunnen halen. Ik heb een default database met een password pass, echt helemaal top. Het is goed dat het maar op mijn laptop blijft en niet aan het internet hangt. De autocollector, dat is eigenlijk het ding waar dat alles gebeurt, maar we even wat willen laten zien. En dan zie je dat ik de Splunk autocollector pak. Dus dit is de distributie, zoals die door Splunk gemaakt is, van de autocollector. Wat is daar bijzonder aan? Dat is een autocollector waar wat exporters en importers in zitten die Splunk maakt, die wel open source zijn, dus die ook zelf zou kunnen maken. Maar die zitten hier allemaal al gepre-packaged in. En dat maakt het makkelijk om de dingen te doen die ik nu laat zien. Nou, dan zie je ook dat ik wat dingen kan zetten die heel Splunk specifiek zijn. Het enige wat hier interessant is, is voor dit stukje, om data naar Splunk te kunnen sturen, heb ik een token nodig om mezelf te authenticeren. En ja, die token is in dit geval allemaal nullen. Dat komt omdat ik dat zo in Splunk geconfigureerd heb toen je die opstart. De Prometheus Generator, dat is een heel simpel klein Go-programmaatje. Want het programmaatje zelf doet niks, maar die exposed alleen maar die Prometheus metrics. De Collect Day Generator is een lege container waar dat Collect Day in staat. Omdat we één configuratiefiletje in hebben zitten. Dat kan ik ook even erbij pakken. Voor mensen die Collect Day kennen, is het heel duidelijk. Voor mensen die het niet kennen, nou, die kijken ernaar en dan klik ik hem gauw weer weg. Ik laat een aantal plugins, CPU, memory, load. En dat zijn er ook metrics die via Collect Day gerapporteerd worden. Via de netwerkplugin worden ze aangeboden aan de autocollector. En Splunk, nou goed, dat is verder niet heel interessant. Dat ding dat start op en dat heeft diezelfde token. Het stuk wat wel interessant is, is de configuratie van die collector. Want dat is het ding waar dat eigenlijk alle magic gebeurt. En dan zie je dat ja, toch zo'n best wel complexe omgeving. Complex althans, we doen twee protocoltranslaties, we doen communiceren met een database. Dat zijn dingen die best wel verschillend zijn in ieder geval. Dat die allemaal in één configuratie te vatten zijn. En dat je daar verder eigenlijk ook niet veel meer voor hoeft te doen dan configuratie zetten. En dat is wel interessant. Er zijn hier drie hoofdkopjes. Dat zijn de receivers, dus wat komt er binnen. Het zijn de processors, nou, wat doen we vervolgens met die data. Dus daar zal ik zo ook even iets over vertellen. En de exporters, dus waar gaat de data naartoe. Waar komt de data vandaan? Dan gaan we even weer terug naar de receivers. Ik heb een Smart Agent PostgreSQL. Dat is iets wat in die
Splunk-distributie zit. De Smart Agent is iets van Splunk. Dus dat zit hier alvast ingebakken. Als ik de standaard auto collector zou pakken, dan bestaat deze receiver niet. En dan krijg ik daar een foutmelding op en dan gaat hij dat niet doen. Maar in deze distributie zit hij wel. Dat is een ding die kan tegen Postgres aanpraten. Ik geef daar een connectiestring mee. Ik denk dat hier gewoon hetzelfde password weer staat. Ja, pass, hartstikke mooi. En die had allerlei metrics op. Nou, ik heb ervoor gekozen om nog één extra metric op te halen. Als we de documentatie kijken van de dingen, dan kan je nog een hele lijst aan Postgres-specifieke performance metrics ophalen. Nou, een beetje hetzelfde geldt voor Prometheus. Ook mensen die wel eens met Prometheus gewerkt hebben, die zullen zo'n soort configuratie wel herkennen. Een scrape interval, je targets, wat ga je ophalen. Eventueel kan je nog wat labels uitsluiten of juist includen. Nou, in dit geval staat het uithalen gewoon alles op, maar dat zou kunnen. En de andere input is de collect day input, ook weer zo'n smart agent. Dus iets specifiek voor die Splunk distributie. Maar wel open source en wel gewoon voor iedereen beschikbaar. Nou, dit is een collect day, hier zit een stukje collect day configuratie in. En daarmee luisteren op het netwerk naar de dingen die andere dingen opsturen. Dus dat is zeg maar de linkse kant van die collector. Dan hebben we de processors. Nou, er zitten wat dingen om naar de omvang van het systeem te kijken en daar iets met je memory te zetten, wat optimalisaties. Maar het interessantste is de transform. Hier doe ik omdat de dingen die uit de collect day collector komen, die hebben als hostname van het systeem waar ze vanaf komen het naam host. En dat is niet zo handig, want uit alle andere dingen is de hostnaam die heet host.name. Dus wat doe ik hier? Ik kijk naar alle metrics die binnenkomen en hernoem dat label naar host.name. Want dan is dat hetzelfde als metrics die uit Prometheus en de database komen. Volgens de exporter, nou, het is naar Splunk Hack. Eén verhaal, er zit die token ook weer in en verder nou, kan je dit gewoon even aannemen. En dan knopen we dat ook nog aan elkaar in een ding wat een pipeline heet. Nou, we hebben een metrics pipeline in dit geval, want we hebben alleen maar getalletjes. Daar zitten die receivers in die hierboven staan, daar zitten de processors in en hij stuurt het naar Splunk Hack. Ik zou ook, die staat hier nog als test in, nog een pipeline kunnen maken die met dezelfde configuraties, maar met een exporter naar logging. En dan logt hij het naar standard out. Dan zou ik alles wat er anders opgestuurd zou worden naar Splunk, komt dan in de standard out naar boven van de container in dit geval. Ondertussen is dit allemaal opgestart, zie ik. Dus dat kan ik ook even wat laten zien. Kijk, deze 8 containers, 9 containers, ja, dat is niet zo heel interessant. Die zijn opgestart en ja, zo'n database, daar zie je niet zoveel aan. Dus we kijken even naar de Splunk interface om te zien wat er dan allemaal opgestuurd is. Ik zal het een beetje groter maken. Zo. Dit is de metrics workspace. Dat kan je even aannemen. En hier zien we dat er allerlei metrics binnengekomen zijn al op dit moment. Nou, laat ik eens memory pakken. Memory free is altijd wel een leuke. Nou, die komt binnen. Split by. Dan hebben we die host.name. En dan zie ik dat ik van 4 containers geheugeninformatie krijgen. Het is een beetje flauw, want alle 4 zijn precies gelijk. Dat klopt ook, want het is een container die op een Mac draait en in Mac heb je dan een Linux virtuele machine eronder zitten en dan is dat hetzelfde, maar dus de metrics zeggen in dit geval niet zoveel, maar je ziet wel dat het binnenkomt. Dit is dan de data die via collect day binnenkwam. Nou, zo kunnen we ook kijken naar de Prometheus data, die kwam uit Go. Hè. Dus dan kijken we naar specifieke Go dingen. Nou, hoeveel Go routines zijn er dan? Nou, zien we ook 4 andere hosts. En daar gebeurt iets. Wat dan nog meer? De database, hè. Die is ook interessant. Postgres.
Nou, geef mij eens hoeveel. Of de database size, dat is ook wel een interessante. Die moet ik dan natuurlijk even splitten, niet bij host, maar bij database naam. Top. Dan zien we dat er ook in een lege Postgres database er zitten twee databases, Postgres en een default. En heb ik ze dan allemaal gehad? Volgens mij wel. Maar dit is ook nog wel een interessante. Typisch denk ik dat je deze in de production omgeving niet zou willen hebben, maar dit zijn de scrape metrics van Prometheus. Weet je, Prometheus is een scraper, dus die gaat zelf al die data op aan. Hier kan je zien, nou, hoe lang was ik nou bezig met scrapen naar die verschillende hosts. Dus een stukje meta-informatie over het ophalen van de metrics. CPU is misschien wel interessant. System. Dat is ook weer een beetje zo flauw, want ja, het is een docker op een fysieke host en dat doet hij allemaal hetzelfde. Maar volgens mij is load is wel verschillend. Even kijken, het is toch leuk dat we een beetje dat we vier verschillende dingen krijgen, anders denk je dat ik hier misschien voor het lapje hou. Load, heb ik hier ergens staan, load. Kijk, short term. Ah, ook daar is het geen verschil in. Ah, wat flauw. Ja, dat is het mooie demo effect, maar kijk, ik kan het wel uitleggen. Dat komt die vier Collect D containers. Ja, die draaien allemaal op dezelfde host. Die doen niks. En ja, dus dan meet je eigenlijk het hostsysteem en niet de container zelf. Dus dat is een beetje flauw. Maar ja, wat we hier dus zien, dat we met eigenlijk één configuratiefile. We kunnen hier nog staan. Kunnen declaratief kunnen opschrijven wat we op willen halen, wat we ermee willen doen en waar we naartoe willen sturen. En we hoeven ons helemaal niet bezig te houden met verschillende agents die weer verschillende scriptjes nodig hebben of die weer verschillende configuratietalen nodig hebben. De een die heeft een ini-file en de andere die zit in XML en de derde die zit in JSON. Nee, één configuratietaal om al zulke soort dingen te kunnen doen. En ja, dat is volgens mij super handig. En wat hier heel mooi aan is, is dat er dus heel veel vendoren zijn die hier ook actief aan bijdragen. Kijk, dus Splunk heeft nu zo'n Postgres ding gemaakt. Nou ja, er is een legio aan zulke soort componenten om ook application metrics te verzamelen. En er is een legio aan dingen om traces te verzamelen. En ja, dat maakt het allemaal wel cool en makkelijk om zulke soort dingen te kunnen doen. Zijn er vragen? Dan kan ik misschien blijf nog even in de demo. Ja, er zijn inderdaad vragen. Kijk. Zou je dat plaatje kunnen pakken van Icon van de totale demo die je hebt? Overzichtsplaatje waar je mee begon. Ik denk dat je dan deze bedoelt. Ja, ik kreeg hier de vraag. Waarom staan die pijlen afwisselend pull en push en dan voornamelijk richting Postgres? Ja, oké. Dit is het is steeds een beetje dubbel, maar Collect D, er wordt data gegenereerd en dat wordt actief opgestuurd, weggestuurd. Dus dat is push naar die collector toe. Prometheus, dat is op de Prometheus. Data die levert een endpoint, als ik een applicatie heb waar ik iets met Prometheus kan, wil doen. En dan moet ik zelf die metrics ophalen. Dus dan wordt hier vandaan de connectie geïnitieerd om data op te halen en er iets mee te gaan doen. En hetzelfde geldt voor Postgres. Als ik performance metrics uit Postgres wil halen, dan gaat Postgres die niet naar mij opsturen. Maar dan moet ik naar Postgres toe en zeggen, wat zijn nu deze counters en die counters en hoeveel connecties heb je en zulke soort dingen. Dus die pool ik, die haal ik op bij Postgres. Vandaar dat die pijlen zo staan. En hetzelfde hier naar Splunk toe. De autocollector die pusht zelf, dus die biedt via HTTP die data weer aan naar Splunk. Dus dat zijn de pijlen van het plaatje. Yes, en dan hadden we nog een leuke vraag. Wat zou een mooie use case zijn om hiermee te starten? En dan in de vorm van zowel technisch als organisatorisch. En welk veel voorkomend probleem kan je hiermee oplossen? Ja, er zijn drie vragen. Maar wat ik... er is ook nog een follow-up, maar die heb ik even bewaard. Okay. Nou goed,
Nee, kijk, wel wat ik hiermee laat zien en wat hiermee kan. Die autocollector, dat is de toekomst voor monitoring agents. Want we gaan er echt vanaf dat elke leverancier zijn eigen agent meelevert. Maar goed, daar zijn we nog niet. Dat duurt even, hè, voordat we in een situatie zijn waarin dat we allemaal dingen hebben die native auto praten. Dus wat ik hier laat zien is dat je met die autocollector die er nu al is en waar je nu al wat mee kan, aan kan sluiten op bestaande protocollen en bestaande, in dit geval metrics, bronnen. En daarmee wordt zo'n transitie naar een nieuwe technologie heel veel makkelijker. Nou, en waarom zouden we dat dan doen? Hè? Een business case-achtige vraag zat daar ook achter. Een paar dingen. Het managen van die verschillende agents. Dat is een zogenaamde PITA, pain in de achterwerk. Want die moet je updaten, die moet je bijhouden, daar moet je van alles mee. Nou, dus als je daar minder van hebt, is dat beter. Die verschillende agents, die eten allemaal een eigen resources. Dus als je daar weer minder van kan hebben, is dat beter. Dus dat is puur technisch. Maar kijk je meer holistisch naar een architectuur, is het natuurlijk heel interessant dat je een infrastructuur kan maken die eigenlijk geen vendor lock-in heeft. Dus die vendor lock-out heeft. Dat je kan zeggen, ik stuur nu hier, push mijn data naar Splunk. Hè, maar Splunk is leuk geweest. We gaan naar Honeycomb toe of we gaan naar Elastic toe. Dan is het een kwestie van, heb ik hem nog openstaan, die output, die exporten veranderen. Ja, in plaats van Splunk hack vul je daar dan een andere in. En je zorgt via Puppet dat deze configuratiefile door je landschap terechtkomt. En je zit in wat anders. Dus het geeft je veel meer flexibiliteit in hoe je met die data omgaat. En ook misschien welke tools, welk team zou willen gebruiken. Als je nu een DevOps team hebt wat toch vaak heel autonoom is. En zelf iets met tooling kan doen. Dan heb je altijd, ja, nu weer het ding van hoe kom ik dan aan die data en hoe gaan we dat regelen? Nou, heb je zo'n wereld waarin dat het via een open telemetry pipeline loopt, kan je veel makkelijker verschillende tools aansluiten. Helder. En er was nog een eigen follow-up, zeg maar, is er ook een situatie waar je niet moet gebruiken? Misschien, en dat is even nog op een slide die ik nog open heb staan. Als je in een omgeving zit, maar dat aan de ene kant die flexibiliteit niet zo nodig is, die misschien niet zo heel complex is. En waar die heel erg enterprisey op stabiliteit gericht is. En daar heb ik zo nog wel een slide over van waar staan we nu met die hele technologie. Het is nog vrij nieuw. Maar ik zie weinig cases waar het niet zou passen, laat ik het zo zeggen. Ja, dan hebben we natuurlijk ook nog een vraag die kreeg ik binnen via een anonieme route van een oud infrastructuur collega. Die stelt de vraag, kan ik het hoog over een beetje vergelijken met het SNMP protocol? Nee. Het komt het dichtst in de buurt van wat Fluent ook doet. Fluent Day en Fluent Bit. Dat lijkt qua architectuur en opzet hier nog het meest op. En SNMP is echt iets anders. Dat zit veel meer aan de infrastructuur kant. En de use case is ook veel smaller. En SNMP, kijk, dat is eigenlijk alleen groot in de hele netwerkwereld. Om metrics op te halen. En ja, hier kijk je naar een veel breder scala aan soorten technologie die je aan gaat sluiten. Ja. Nou, helder. Ik heb geen vragen meer die ik gemist heb te zien. Oké. Nou, dan sluiten we deze af en dan ga ik door naar. Maar waar staan we dan nu? En wat gaat de toekomst nog brengen? Dan pak ik mijn glazen bol erbij.
Waar staan we nu? Als we kijken naar OpenTelemetry, dat was een paar dingen. En één was een protocolspecificatie. En voor tracing, voor traces, dus het kunnen volgen van een request door microservices heen, of door een stuk van je front-end heen en naar je back-end. Die specificatie is versie 1 geworden, vrij recent. Voor metrics is de verwachting dat het de tweede helft van 2021 zou gebeuren. Nou, ik denk dat we dat niet gaan halen. Maar goed, het zit wel er tegenaan. Als we ook kijken naar de metrics en tracing in de collector, dan worden we aangegeven dat het allemaal stable is. Nou, en het is pas stable als het versie 1 is of tegen versie 1 aanzit. Logs, dat is een ander verhaal. Dat valt binnen de hele OpenTelemetry wereld. Is dat nog draft en beta? Maar er zijn wel distributies die dat wel al meeleveren. En vandaar ook de opmerking, als je in een omgeving zit waarin dat je die stabiliteit heel belangrijk is, dan zou ik nog een paar maanden wachten totdat ook voor die logging het nog betere stempel krijgt van joh, dit is supported en dit is oké. Je kan het nu wel al gebruiken, het was ook niet in mijn demo, maar het bestaat wel en het werkt ook. Maar het is nog nieuw, ja, en alle technologie die nieuw is, ja, daar kan je soms misschien beter even mee wachten. Wat gaat de toekomst dan nog brengen? Kijk, we zien nu dat er heel veel, vooral nog exporters zijn die in die contrib library zitten. Dat zag je net in mijn voorbeeld ook, hè. De exporter, dus waar de data naartoe gaat. Dat was een Splunk-specifiek ding, dat is naar de Splunk-hack. En zo hebben eigenlijk alle vendoren hun eigen exporter. En ik verwacht dat dat ook gaat verdwijnen. Dat de leveranciers gaan zeggen, ja, ik support als input van mijn tool de OLTP, dus het protocol, wat het OpenTelemetry protocol. En dan heb je geen aparte exporter meer nodig om met een tool te praten. Dat OLTP protocol wordt nu vooral gebruikt tussen collectors onderling. Dus als ik zo'n collector als een proxy zou gebruiken in een netwerk, dan laat ik OLTP naar de andere toe en vanaf daar ga ik dan weer verder naar Splunk of iets anders. Iets anders wat er aankomt en dat is al open source, is beschikbaar, maar ik kon het nu nog niet demoen, of dat vond ik wel heel jammer. Is een stukje network performance monitoring, wat dan ook in dat hele OpenTelemetry verhaal meegenomen kan worden. Dus dat werkt op basis van eBPF. In de Linux kernel kan je dan een klein programmetje injecteren waarmee je heel lichtgewicht eigenlijk alle connecties die gemaakt worden op kan pakken en als traces door kan sturen. En ja, met dat zien we ook een beweging weg van proprietary protocollen en agents. Dat boek gaan we echt langzaam dicht klappen met z'n allen en we gaan naar veel meer open dingen toe. En daarmee ben ik aan het einde van mijn verhaal. Kun je kijken of dat er nog vragen zijn? Waarschijnlijk niet. Ja, ik heb nog twee. Ik heb een vraag van Ellen. Ik interpreteer hem als volgen. Hebben ze bij OTEL bij de exporters dus gekozen voor push? Dan moet ik even goed zeggen, denk ik ja. De OTLP is op een HTTP gebaseerde push. Prometheus is ook onderdeel van CNCF en dat is ook onderdeel van het core project. En Prometheus kan je ook als exporter gebruiken. En dan is het wel pool, maar dat is dan alleen voor metrics. Oké. En daarnaast had ik nog een vraag van Bas. Op je vorige slide heb jij de toekomstbeeld geschetst. Is Splunk hier leidend in bij die implementatie? Nee, het is echt een project van de Cloud Native Compute Foundation. En ja, Splunk is nu wel een grote bijdrager. Dus als je kijkt naar alle getalletjes van hoeveel commits er gedaan worden en hoeveel PR's en zulke soort dingen, dan staat Splunk er heel hoog. Maar Splunk is echt niet de enige en dat is ook zeker niet de eigenaar van het hele project.
Dus dat is zoals zoveel open source projecten geleid worden. Er zijn een paar maintainers en er is vaak een comité die dan beslissingen neemt over de architectuur en de roadmap. Dat zit daar en daar is Splunk één van de contributors. Voor de rest zie ik geen vragen of follow-up questions binnenkomen. Dus ja, dan wil ik jou vanuit Brightcubes super bedanken voor deze presentatie. Ik vond hem erg leuk. Kijk. En wij zorgen dat voor de kerstdagen nog een flesje bubbels jouw kant op komt. Nou, hartstikke mooi, hartstikke mooi. Ja, bedankt voor jullie tijd allemaal. Dat je naar mij wilde luisteren en ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Ik zie in de chat ook bedankjes richting jou voor jou binnenkomen. Dus dan schuif ze bij deze door. Dank jullie wel. En mocht je nog contact op willen nemen, hier staat hoe je mij kan vinden. Ja, dan ga ik bij deze iedereen bedanken en de live sessie afsluiten.